Een nieuwe theatrale online voorstelling. En het publiek kan ook nog eens meedoen. Vandaag start het Midwinternachts moordproces. Nou, het is een hele mond vol. De regisseur van het stuk is bij ons, Pit de Groot. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Midwinternachts moord. Dat is vast niet zomaar verzonnen, die naam. Nee, dat is niet zomaar verzonnen, nee. Dat is natuurlijk een woordspel met een midzomernachtsdroom. En in de online voorstellingen gaat het ook over een schoolmusical met de titel Midwinternachts. Droom, geloof ik ook. Mm-hmm. Hoe vaak hebben jullie stil moeten leggen voordat iemand dat uit zijn mond kreeg? Het wordt gelukkig maar door twee mensen gezegd. Oh. En er heeft maar één iemand even moeite mee gehad. Maar het is vooral opletten dat je het heel rustig zegt. Want je bent zo gewend Midzomernachtsdroom. Rol je er zo uit. En hier moet je altijd even over nadenken. Ja. Maar er zit dus, het gaat in het stuk over een schoolmusical met de titel Midwinternachtsdroom. Ja. En daar komt die loopt niet zo goed af. Nou, hoe dat stuk afloopt, dat weten we niet. Maar na de repetitie op school is er een docent doodgevonden in de docentenkamer. Oh, ja. Het was niet tevreden met zijn rol. Hey, maar vertel eerst eventjes, want we hebben het over na het succes van Schuld of Onschuld, de kerstmoord en de droommoord. Ja. Dat waren allebei, ja, hoe moet dat eigenlijk omschrijven? Online, theater, ja, het is een rechtszaken? Online, ja, en dan zeggen we ook nog bij dat het een spel is, omdat het publiek aan het eind van de verhoren mee mag stemmen over of de verdachte schuldig is of onschuldig. Ja. Dus dat vinden mensen altijd leuk natuurlijk, ja, hè? Dus ze zelf iets kunnen doen. Ja, dus het is en interactief en het is theater en het is een rechtszaak. Het is een whodunit waarbij je aan het eind dus mag zeggen wie het gedaan heeft. Heeft de verdachte het gedaan of iemand anders? Dus als je onschuldig stemt, stem je ook nog een keer voor wie het dan gedaan heeft. Oké, maar het publiek bepaalt het. Het is niet van tevoren al bepaald dat je moet raden wie het gedaan heeft. Het is niet een soort digitaal Cluedo. Nou ja, het is een soort digitaal Cluedo. En het publiek krijgt de vraag, heeft de verdachte het gedaan, ja of nee? En als je denkt, de verdachte heeft het niet gedaan, krijg je daarna de optie om te stemmen op wie je denkt dat het gedaan heeft. Oh, wij weten wie het gedaan heeft. Dit ligt allemaal vast. Ja. Dus het is niet zo dat het publiek kiest en dat wij daarin meegaan. Het is alleen niet zeker of de verdachte wordt veroordeeld, ja of nee. Dat bepaalt het publiek. Het is naar buitenlands voorbeeld gedaan, hè, ooit? We hebben, het is heel ver weg. Het is natuurlijk vaker gedaan. Je hebt terror gehad in Duitsland. Wat eerst in het theater was en daarna op televisie. En dat is ook hier in Nederland gedaan. Mm-hmm. Waar je als publiek kon stemmen of een straaljagerpiloot die een vliegtuig neerschoot met terroristen vol met passagiers, of die nou schuldig was aan moord of een held was omdat hij een aanslag met dat vliegtuig had voorkomen. Ja. Iets wat eigenlijk best wel voor had kunnen komen. Dat die toestellen in Amerika natuurlijk. Ja, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Deze situatie is daar even van sprake van geweest. Ja, nee, dat klopt. Er is zelfs vanuit het Witte Huis toestemming gegeven. Ja. Om een van de vliegtuigen neer te schieten die uiteindelijk door de passagiers zelf neergebracht is. Dus je creëert eigenlijk een soort publiek dilemma. Ja. Ja. Je wil een beetje eigenlijk maken wat ze in Amerika hebben in de rechtszaken. Daar wordt een onafhankelijke jury gekozen uit de samenleving. Ja. Dat creëer je hier eigenlijk. Dat hebben we hier ook. Ja, dit is de grootste volksjury in Nederland. Ja. Krijg je dan ook dat er ontzettend veel op social media over wordt gesproken? Nou, we hebben een eigen forum en dat gaat helemaal los. Ja, daar komen theorieën voorbij en iedereen heeft een andere verdachte. En mensen zijn tijdlijnen aan het maken. Ik heb foto's voorbij zien komen van vrienden die met van die post-its de hele muur hebben volhangen. Wat er allemaal gebeurt. Allemaal draadjes spannen ook. Allemaal draadjes spannen, echt. De klassieke recherchekamers. Maar aan het einde van de voorstelling krijg je denk ik wel te weten wie de moord heeft gepleegd. In tegenstelling tot in een echte rechtszaal krijg je na afloop van de uitspraak krijg je een film te zien met wat er daadwerkelijk gebeurd is. Maar wat voor tijdsbestek heeft dat dan? Want ik neem aan dat het niet binnen een half uurtje gedaan is. Ik bedoel, deze voorstelling, hoe lang die duurt. Wat voor tijdsbestek zit er sowieso aan? Maak je eerst op maandag maak je weer een stukje bekend en op dinsdag... Vandaag is het proces begonnen en het proces duurt 5 dagen. Dus je krijgt maandag tot en met vrijdag krijg je sommige dagen elk uur, sommige dagen elk half uur krijg je nieuwe filmpjes te zien vanuit de rechtszaal, waarin verklaringen worden voorgelezen en getuigen komen wat vertellen. Het politierapport wordt besproken. Het is dus niet zo dat ik vanavond lekker op de bank ga zitten met popcorn en aan het einde van de avond weet
dat kan. Hoe het afloopt. Nee, je weet nog niet hoe het afloopt. Nee, want het duurt 5 dagen. Okay, dan krijg je in het weekend de kans om te stemmen op zaterdag en zondag. En dan op maandagochtend om 10 uur is de uitspraak. En dan 's middags om 1 uur is de oplossingsfilm online. Oh. Dus je bent hier een hele week mee bezig. Nou, dan heb je een prima periode uitgekozen eigenlijk daarvoor. Hè? Iedereen zit thuis, bijna niks te doen. Er is behalve een haardvuur op televisie ook niks op. Nee, jullie zijn nog op televisie. Op zich wel. Ja, dus wel een heftige concurrentiestrijd. Hoor. Ja. Dus wel. Nee, maar we hebben expres tussen kerst en oud en nieuw. Want kijk, wij wisten niet toen we dit gingen maken dat we weer in een lockdown zouden zitten. We hebben de vorige reeks bedacht vanuit... We moeten online theater maken. We moeten laten zien dat we er nog zijn. En dat er allemaal mooie dingen gemaakt worden. Dus we gaan iets maken. En dat was zo'n succes dat we dachten... we willen dit elk jaar gaan doen. Maar nu met het idee, we doen het dan met de kerst. Dus de kerst en oud en nieuw. Dan is er sowieso niet zoveel. Dan vullen we even daar het gat op. En hebben mensen thuis een spel met elkaar te spelen. En dat is leuk. Ja. En we waren net klaar met draaien toen we weer in een lockdown gingen. Ja. Maar daar is het dit keer absoluut niet op bedacht. Dus de volgende heet de lockdownmoord. Dat zou zo maar kunnen, ja. En je betaalt €15 voor een link. Dan kun je de afleveringen zien. Ja. Hoeveel? Waar eigenlijk? Op onze website schuldofonschuld.nl. Okay. En je kan ook kaartjes kopen via de Kunstlinie. Want er zijn een aantal theaters die met ons samenwerken. En de Kunstlinie is daar één van. Die verkoopt ook kaarten. En hoeveel uur ben je dan zoet? Ik denk dat je hier zo'n in totaal 2,5 uur zoet mee bent. Verspreid over die 5 dagen. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die wachten tot het weekend. Dan kijken het weekend als 1 film alles achter elkaar. Er zijn mensen die zitten nu elke dag voor het scherm... op het tijdstip dat er een nieuwe film verschijnt. Er zijn ook mensen die vanavond na het eten de binge-watch-versie kijken. Om 7 uur staan ze allemaal achter elkaar. Je kan de hele week nog alles terugkijken. Je kan zelfs nog op vrijdag beslissen, ik wil toch meespelen... en een kaartje kopen voor €15 en dan toch nog alles kijken. Ja. Als je voor zondagavond om 12 uur 's nachts gestemd hebt... want anders, je kan nog de hele maand januari terugkijken en een kaartje kopen... maar dan kan je niet meer stemmen. Dus als je mee wil stemmen... moet je voor zondagavond 12 uur het gezien hebben en gestemd. Is het een thriller of is het een psychisch steekspel? Of waar moeten we aan denken? Ja, het is van alles een beetje. Omdat het is een psychologisch spel natuurlijk... tussen het Openbaar Ministerie en de advocaat. Wie krijgt gelijk, wie overtuigt het publiek? Het is een thriller omdat je als publiek in verwarring raakt... over wie heeft het nu eigenlijk gedaan, wie spreekt de waarheid... hoe zit het verhaal precies in elkaar... En op het moment dat je denkt, zo zit het... dan komt er weer een getuige die iets anders verklaart. Ja, dat is het mooie natuurlijk altijd aan televisie of film maken. Ja. Je kan iedere plotwending kan je er in één keer in zetten. Ja. Wat we nog niet weten. Wij proberen iedereen behoorlijk op het verkeerde been te zetten. Ja. En dat is ons bij de vorige reeks ook volledig gelukt. Maar dat komt ook door de acteurs die erin hebben zitten. Ja. Dat zijn ook niet de minste. Want, ik noem er even een paar, hoor. Kees Huls, André van Duin, Randy Fokker, Gijs Scholten van Aschad, Rijn van Duivenbode, Remy, Tara, Doris, René. Welke acteur zit er niet in eigenlijk? Ik heb heel veel mazzel. Het zijn wel acteurs van kaliber. En daardoor is waarschijnlijk het succes ook te verklaren natuurlijk. Ja. Want die kunnen je echt tot op het puntje van de stoel... in een bepaalde spanningsboog brengen. En ook, kijk, de vorm is... Het is een hele spannende vorm. Want ze zitten voor de camera. Ze kijken recht in de lens. Dus ze kijken je thuis aan. En ze praten met je. Ze gaan jou vertellen wat hun waarheid is. Dat kunnen zij natuurlijk als geen ander. Maar daardoor voel je je enorm betrokken bij iemand. En dan ben je ook geneigd om iedereen te geloven. Wat natuurlijk niet kan. Er zitten mensen tussen die liegen. Het is een beetje de verraders ook, hè? Ja. Nou, dat is heel populair momenteel. Je wordt steeds getriggerd om na te blijven denken, verbindingen te leggen. Daardoor snap ik ook wel dat je van die posters nodig hebt. En het is ook het puzzelen van wie is de mol. Ik bedoel, als je het forum leest, mensen zijn net zo fanatiek. Is het dan niet jammer dat het alleen via een site te kijken is? En dat je niet denkt van, ik kan hier gewoon een tv-serie van maken? Nou, het grappige is dat we op de set wel eens grappen maken... dat we er inderdaad een serie van zouden moeten maken. En waarom gebeurt het niet? Ik denk dat je uiteindelijk... Voor een serie, dan moet je misschien nog wel meer op locatie gaan en dingen. En dan wordt het weer te veel gedoe, denk ik. De kracht van dit gegeven is mensen zitten, ze kijken je recht aan en ze vertellen daar hun waarheid. We kunnen uitzenden wanneer we willen. Ik denk dat we een directer contact hebben met de mensen thuis daardoor. Het zou wel een nieuwe manier van televisie maken zijn.
Ja. Iemand praat gewoon. Ik bedoel, we hebben de kerst hebben een kampvuur op, of een haardvuur op televisie gezien. Nu praat iemand alleen maar recht in de camera. Ja. Het zijn 3 of 4 minuten misschien of zo. Ja. En dat is het. En als je het wil blijven volgen, moet je de volgende maar weer zien. Dan. Ja. Maar goed, dat is. Maar nu heeft iedereen de vrijheid om het te kijken wanneer die wil. Er zijn, het grappige is, aan dat forum kan je ook zien. Sommige mensen zitten echt gewoon om 10 uur te kijken, om 10:30, om 11 uur. En die gaan meteen hun theorieën delen. Ja, mooi. Nou, dus dan heb je een piek altijd in het forum. Nou, dan na 6 uur merk je dat mensen alles terug gaan kijken. Dus krijg je weer een piek. Of om 9 uur. Dus je kan precies zien wanneer mensen de zaak volgen. Nou, maandag dan, volgende week maandag, dan wordt bekend wie dan die moord heeft gepleegd. Ja. Maar wat gebeurt er dan met die serie? Wordt die dan er iemand ook of zo? Nee, het is, het is een collectief. Ja, je vindt voor jezelf de eer als je het goed hebt, of nee. En als je kan het heel goed met vrienden spelen. Iedereen in zijn eigen huiskamer of met je familie. En daar zul je ongetwijfeld discussies hebben hoe het zit. En er heeft één iemand gelijk en één iemand niet. En dan heb je de eeuwige roem thuis gewonnen. Maar het is toch zonde als deze serie tot 3 januari wordt uitgezonden, dat het dan ergens ver achter in de kast belandt? Ja, maar weet je, dat is als je een theatervoorstelling maakt, die ga je kijken en je gaat naar huis en je hebt de herinnering. Ja. En het wordt nooit meer die avond die het was. Nee. Zelfs als je nog een keer naar de voorstelling gaat, kan de voorstelling heel anders zijn. Want een acteur kan een avond hoofdpijn hebben of er kan van alles gebeuren. Het is nooit meer dezelfde avond. Ja. Dus daarmee wordt het toch een beetje weer de theatervoorstellingen die wij als Kort als Stuurman en de Stichting Theaterontwikkelingsfonds het liefste maken. De live. Ja, maar die steken in deze periode ook maar gewoon hun nek boven het maaiveld. Ja. Die steken hun nek ervoor uit om dit mogelijk te maken. Ja, absoluut. Ja. Goed, Midwinternachtsmoord. Zo. De serie Schuld of Onschuld. Deze keer is het gelukt. Ja. Zeg het niet nog een keer. Vanavond te zien? Vanaf? Hij is vanochtend om 10 uur is het begonnen. Vanochtend om 10 uur. Je kan nog de hele week instromen. Je kan zelfs het weekend nog instromen. Wat is de site? Schuldofonschuld.nl. Nou, makkelijker kan het eigenlijk niet ook. Heel makkelijk. Pittig rood. Dankjewel.